Steel. Misschien weet u het. Welkom aan de wethouder die vanmiddag het taalpunt voor ons komt openen. Welkom aan u allemaal. Ik heb echt verschillende mensen gezien. Mensen die vrijwillig bij ons zijn om taalvrijwilliger te worden. Onze partners, waar kunnen we het samen mee doen? Want alleen vinden wij die laaggeletterden niet. En zo zijn er een aantal mensen die we echt nodig hebben. Dit is een project wat we als bibliotheek niet alleen kunnen, maar wat we met de gemeente en met u allen samen willen starten en uitgaan. Nou jongens, dit is... Nou Hetty, nee het gaat goed. Nee, dit gaat echt op weg naar laaggeletterdheid weg uit Oldebroek. Broek, Goed. Ik sta hier naast Liesbeth Vos. Liesbeth, jij hebt dit ook in werking gezet in de gemeente Oldebroek. Ja, ik mocht eigenlijk twee dingen zeggen. Ik mocht het inderdaad op de kaart zetten bij de gemeente Oldebroek in de organisatie. En ik mocht het gewoon net fysiek openen. Nou, dat vind ik een mooie combinatie. Ja, maar wat trok jou hier zo in aan? Laaggeletterdheid is voor mij echt een vliegwiel waarvan ik zeg, als je iets aan laaggeletterdheid doet, doe je aan heel veel dingen wat. Ik ben ervan overtuigd dat het welzijn van mensen toeneemt als zij zich makkelijker en vrijer kunnen bewegen in de maatschappij. Ja. En jij weet net als wij, lezen hoort daar bijna bij. Ja, want laaggeletterd staat hetzelfde als analfabetisme. Moeilijk woord. Ja. Moeilijk woord, ja. Nou, analfabetisme gaat eigenlijk nog verder. He, want laaggeletterdheid is ook dat je een brief krijgt die je gewoon niet kunt lezen. En dus, of je leest hem wel en ik snap hem niet. He, dan denk je van, ja, er staan hele moeilijke woorden in en het zal wel. En dan gooi je gewoon die brief weg. Ja. He, en een analfabeet maakt er helemaal niks van. He, die kan het woordje de in principe nog niet. Dus er zit wel wat verschil in, maar ook wel heel veel overeenkomst. Ja, en nu zijn we hier een taalpunt aangekomen in de bibliotheek in Wezep, wat dus eigenlijk centraal staat voor de regio? Nee, we hebben een regio IJsselvecht en ja? We proberen daar in elke stad, gemeente, een taalpunt te krijgen. En taalpunt Wezep is dan inderdaad nu het taalpunt voor de gemeente Oldebroek. Maar zo is het ook in Hattem en in Heerde. Ja. Ik denk ook dat de mensen hier uit de gemeente Oldebroek snel naartoe zullen komen? Nee, niet uit zichzelf. Weet je, er gaat niemand hierheen komen en zegt, hallo, ik ben ongeletterd, hè? Of ik ben laaggeletterd. Nee, dat ga je niet krijgen. Maar we gaan wel krijgen dat mensen bijvoorbeeld, als ze naar Delta wonen, en dan zeggen van, hey, we krijgen een brief, maar je kunt daarheen gaan voor als je hem niet snapt. En als we dat nou met elkaar ook eens uitdragen, ik denk dat we dan een heel eind komen. Ik zit hier bij taalpuntdocent Inge Groenveld. Groenhuis. Gewoon Groenhuis. Hoe ben je zover gekomen dat je taalpuntdocent bent geworden? Nou, eigenlijk heb ik mij in mijn hele loopbaan altijd al bezig gehouden met mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. En dat kan zijn met lezen, kan zijn met schrijven, kan zijn met spreken. Ik werk sinds 1990 al met volwassen mensen die daar moeite mee hebben. Denk aan de inburgeraars, dus buitenlandse deelnemers, volwassen buitenlandse deelnemers. Maar ook Nederlanders die moeite hebben met de taal. En op een gegeven moment zag ik gewoon een vacature in de krant. En ik las het op internet wat Taal voor het Leven was. Ik had er wel eens van gehoord, maar nog niet zo precies wat ze nou allemaal deden. En toen dacht ik, ja, daar pas ik gewoon. Ik wil ook graag dat iedereen kan lezen en schrijven en beter zich kan redden met de Nederlandse taal. Want het is geweldig als je dat kan. Want dan gaat er een wereld voor je open. Inge, we zitten nou op jouw werkplek, kan ik wel zeggen. Wat doe je hier precies? Ja, dit is mijn taalpunt. En in de bibliotheek van Wezep. En ik zit hier 4 uur in de week. Op woensdagmiddag van 2 tot 4. En op vrijdagavond van 6 tot 8. En hier hoop ik deelnemers te ontvangen. Mensen te ontvangen die graag geholpen willen worden met lezen of met schrijven van de Nederlandse taal. Of met spreken van de Nederlandse taal. Ik hou dan een gesprek met deze mensen. En ik probeer te achterhalen waar ze precies geholpen mee willen worden. En dan kijk ik of ik ze kan doorverwijzen naar een school. Dus bijvoorbeeld naar een ROC of naar een andere taalaanbieder. Maar als dat niet kan, misschien omdat leeftijd een rol speelt of andere dingen, dan kijk ik of ik ze kan koppelen aan een vrijwilliger. Want ik heb ondertussen ook al een aantal vrijwilligers. En dan gaat de vrijwilliger uiteindelijk aan de slag met de deelnemer. En mijn taak is dan om de vrijwilligers van tevoren te scholen, zodat ze ook een beetje weten wat ze kunnen doen met zo'n deelnemer. Ik zorg ook voor een leerpakket. Dus ik geef hen ook materiaal wat ik allemaal van de stichting Lezen en Schrijven ter beschikking heb gekregen. En dan gaat de vrijwilliger aan de slag met de deelnemer.
En daarnaast? Ja, sorry, ik heb nog meer te vertellen. Daarnaast ga ik 4 uur in de week in de regio van de gemeente Oldebroek bij organisaties en bedrijven langs. Om te vertellen wat het taalpunt is en om te kijken of ik bij die bedrijven en bij die gemeente organisaties ook mensen kan vinden die zich mogelijk hier kunnen melden. Dus we moeten het in samenwerking doen. Ik kan dat niet in mijn eentje doen. Ja, dus ik zit hier nu bij Harriet. Harriet, jij was net heel stoer om jouw verhaal te vertellen. Dat jij, als ik het goed begrepen heb, tot je 51ste niet kon lezen en schrijven ook? Ja, klopt. Hoe heb je dat in vredesnaam alle jaren volgehouden? Je moet het volhouden. Je weet niet anders. Nee. En je hebt je school niet afgemaakt. Er werd helemaal geen toezicht op gehouden. Nee. En boodschappen, je hebt 5 kinderen, moet je boodschappen doen. Hè? Je moet misschien huiswerk van de kinderen. Hoe voelde jij je al die jaren? Nou, ik voelde me niet verdrietig, zo moet ik het zeggen. Anders zeg ik niet de waarheid. Ik voelde me niet verdrietig, want op laatste de kinderen wisten het ook van mij. En dan is het toch anders als je het niet weet. Weet je, dan moet je alles verstoppen. Hè, hoor. Naar de gemeente gaan of naar de dokter en alles vertellen. Oh, ik ben een bril vergeten of wat dan ook, weet je. Dat heb ik nooit gehad, want mijn kinderen hielpen me altijd. Maar nu hebben we les gehad en ik ben 5 jaar bezig. En ik kan nou aardig een boekje lezen. Ik kan niet wachten dat ik maandags naar school ga, dat ik weer in de buurt een boekje mee kan nemen. Dat ik denk, oh, lekker thuis, lekker lezen. En ik begrijp precies wat er staat, wat het boekje over gaat. En vroeger had ik dat niet. Kijk, als ik mijn kinderen naar bed bracht, en dan ging ik wel lekker bij je in bed liggen, maar dan ging ik een verhaal uit de duim vertellen. Kijk, mijn zoon is nou 38 en mijn zoon zegt, mam, je hebt me altijd voorgelogen. Maar dat is niet zo. We wisten het niet anders. Dus ook, nu ben je ambassadrice? Ambassadeur. Ambassadeur, dus ja. Maar wat houdt dat precies in? Nou, ambassadeurs is dan dat ik dan door het hele land heen ga. Dit dan ook openen en heel vaak bij de naar Laurentien gaat, naar Den Haag. Die hebt dan een hele grote, dan is dan van lezen en schrijven. Die zitten dan in Den Haag. En als ik daarheen ga, dan komt dan ook van een krant of televisie een man. En dan gaat hij vragen van hoe of wat. En dan komt dan Laurentien binnen, hè, met 2 van die sterke mannen. Zo. En dan ziet ze mij en zegt ze, we gaan zo even een bakje thee drinken. Heel erg bedankt. Ja. Ik hoop dat mensen dit horen en dat ze ook die stap nemen. En dat ze ook heerlijk boek kunnen lezen. Want het is toch heerlijk. Heerlijk, echt waar. Ik sta nu bij Hetty. Hetty, je bent directeur van de bibliotheek van de Noord-Veluwe. Ja. Waarom het taalpunt in de bibliotheek? Nou, eigenlijk is het een hele logische plek. Ik bedoel, wij zijn van de woorden, van het lezen, van het schrijven en ook van het spreken, want dat kunnen we ook best. Dus dat kun je makkelijk bij een bibliotheek plaatsen. Ja, maar eigenlijk vind ik het niet zo logisch. Want... Dat snap ik wel, maar een bibliotheek is zo laagdrempelig. Weet je, iedereen komt wel eens een keer in zijn leven in de bibliotheek. De ene komt er vaker als de ander. Maar een bibliotheek, als je daar binnen loopt, dan wordt niet gevraagd, wat kom jij hier doen? Iedereen is welkom. Dus het is heel laagdrempelig. En daarom, als je ergens heen gaat en je denkt, oké, wat gaat de buurvrouw daar doen? Dat is bij een bibliotheek niet. Dus daar kun je eigenlijk verblijven heel anoniem. En dat is juist als jij laaggeletterd bent en je vindt het een beetje moeilijk om over zo'n drempel heen te stappen, is dat juist een hele fijne plek. Ja, want normaal komen mensen die niet kunnen lezen. Komen niet in de bibliotheek. Nee, en dat is natuurlijk ook best wel het lastige met dit project. Laaggeletterden komen niet in de bibliotheek, alhoewel we er heel veel materiaal voor hebben. Als je niet kunt lezen, kom je niet. Dan hou je er niet van. Dus eigenlijk moet een laaggeletterde een beetje gestuurd worden. En dat is ook een beetje met kinderen die niet kunnen lezen of die nog beginnen met lezen. Die worden vaak ook door de juf of de meester in groep 3 gestuurd. En zo moet je lezen leren leuk vinden en dat is hier ook een beetje mee. Dus de juiste plek? Het is volgens mij precies de juiste plek. Waar moet je nou anders een kast met laaggeletterde boeken voor laaggeletterde neerzetten? Op het gemeentehuis? Nee hoor, in de bibliotheek. Want als je het dan één keer leuk vindt, dan zijn er nog veel meer materialen die je kunt lezen. Lijkt me prima.